Hi, welkom terug of welkom op mijn kanaal. We gaan een simpele Get Ready With Me doen, maar dan met mijn everyday bakje. Dat is geen bakje, maar dat is meer een soort tasje. Ik merk aan mezelf dat ik steeds dezelfde producten zoek, eigenlijk. En dat is logisch, want je gebruikt het liefst je favoriet, toch? Maar daarbij vergeet ik dus andere dingen. Dus ik doe nu ongeveer iedere week, meestal een week, vervang ik dit bakje. Het is een tik van mij. Ik zoek graag merk bij merk. Als ik niet een full face ervan heb, dan vul ik het natuurlijk aan. Maar ik zoek graag merk bij merk. Dus deze week is de L'Oreal Age Perfect week. Ik heb al iets in mijn wenkbrauwen, maar die moet ik nog afmaken. En ik dacht, ik ga dat een keer filmen. Ik zal dit niet iedere week doen. Want ja, dat is gewoon niet nodig, denk ik. Maar wel regelmatig. Age Perfect vind ik op zich echt fijn. De kleur is ook echt heel goed. Eigenlijk moet ik zeggen dat de beste kleurmatches van de Age Perfect zijn. Ik denk dat het een medium dekking geeft. Dat is voor mij op zich genoeg hoor. Ik heb altijd hier wat van die wimperharen die dan irritant lopen te doen. Ja, het is niet heel dewy, maar het dekt wel heel goed. Ja, ik zou wel zeggen dat dit een medium dekking geeft. Maar het ziet er niet heel make-upy uit. Begrijp je wat ik bedoel? En nu vergeet ik primers. Nou ja. Zo. Ik heb verder geen cream producten. Dus we gaan verder met de poeder van Age Perfect. Is het, ja. Ik heb heel leuk, heel klein. Is je cutie. Ik heb wel een concealer. Maar die heb ik niet nodig gewoon. Ja, dit zet dus echt voor geen meter. Er springt een ader in mijn oog. Jippie. Dit zet echt niet. Dus gebruik even mijn Boozy Shop poeder. Of het ligt aan de puff, dat kan natuurlijk ook. Met mijn Boozy Shop puffje. Ik ben ook gewoon veel meer fan
van een losse poeder. En deze is echt... Deze van de Boozy Shop is echt heel prima. Wederom, hè, ondanks mijn droge huid. Hou ik van poederen. Want ik wil dat natte gevoel gewoon niet. Ja, ik hou sowieso niet zo van pressed powder. Maar deze is niet zo... Niet zo best. En dit is ook weer zoiets, hè. Als ik dit zo test, dan kom ik er natuurlijk wel achter wat werkt en wat niet. Ik heb de L'Oreal Infallible Bronzer. En dat komt omdat dat gewoon de enige bronzer is van L'Oreal die ik heb. Daarmee moet je echt uitkijken. Ik heb gehoord dat die Infallible blushes ook zo zijn. Die zijn echt super gepigmenteerd. Maar dit is wel een hele mooie kleur. Voor mij. Ik ga zo kijken welke kleur dit is. Maar dan heb ik mijn bril nodig. Ongetwijfeld is dit de lichtste kleur. Light Claire, zo heet hij. Waarom verbaast me dat niet? En dan heb ik een... Age Perfect Blush Satin. Een satin blush in de kleur 101 Rosewood. Zo. Daar krijg je een spiegeltje bij. En een kwastje wat ik nog nooit heb uitgepakt. Het is een hele mooie subtiele roosie kleur. Het is niet, hier hoef je niet bang van te worden. Ja. Lippenstift. Dit is de L'Oreal Infallible. Jeetje, hoe heet dat ding? De Infallible Matte Resistance. En dit is de kleur 105 Breakfast in Bed. Dit is de lipstick. Nee, de liquid lipstick versie. Zijn ze van deze, die ook heel fijn zijn als ik heel eerlijk ben. Je kan hier heel mooi en precies mee. Aanbrengen. Zeg ik terwijl ik een foutje maak. Je kan er nog voor kiezen om een donkere liplijn te doen, maar dat ga ik niet doen. Ook heb ik de Age Perfect lippenstiften in mijn bakje zitten. Maar ik had nu zin in deze.
met mijn afgebroken cretrice ding gaan we even... Vol concentratie, daarom zeg ik niks. Ik vind het een van de moeilijkste dingen om te doen. Om ook een beetje te denken dat ze gelijk zijn, zeg maar. Ja, hè? Het is wel redelijk. Ja, dit is wel redelijk. Hij droogt al op, hoor. Dit is echt een matte lipstift. Maar hij is nu nog een beetje... plakkerig. Maar dat trekt zo meteen wel weg. Even mijn wenkbrauwen. Nee. Mijn wimpers krullen, wou ik zeggen. Ik heb altijd zoveel prut in mijn binnenogen. Ik heb wel even iets nieuws. Dat is van Mina. Dit is een mini mascaraatje. In het bruin. En die wil ik ook even proberen. Eigenlijk was ik gewoon benieuwd naar de formule hiervan. Oh nee, oh nee. Het is zo'n... Ik hou niet van die plastic borsteltjes. Oh, mijn oor gaat dit tranen. Oké, wat vind ik ervan? Ik vind de kleur mooi. Ik vind de formule fijn. Hij scheidt de wimpers mooi. Maar ik vind het borsteltje niet fijn. Maar op zich... vind ik de mascara aan zich niet slecht. Het ligt er natuurlijk nu nog aan hoe die draagt. Ik heb een beetje gemorst. Zo. Het ligt er nu natuurlijk aan hoe die draagt, want... op zich, ja, ik vind het borsteltje gewoon niks. Dus ik ga hem wel opmaken, want het is maar een kleintje. Maar ik vind het, nee. Maar ik vind de mascara zelf wel mooi. De kleur is goed, echt donkerbruin. Je zal zo niet zeggen van, je hebt bruine mascara op. Ja. Ja hoor. Het is echt wel best prima. Ik ga even kijken hoe die draagt gedurende de dag. Meer ga ik niet doen. Every day. Dan doe ik meestal geen ooglook. Het oog, joh. Oh. Dat duurt een paar uur, hoor. Ik weet ook niet wat het is. In het begin dacht ik dat ik het gevonden had, dat het een bepaalde poeder was. Dat bleek het ook niet te zijn. Nou, maakt niet uit. Dit was mijn everyday bakje voor deze week.
Nou, volgende maand komt er vast wel nog een keer één of zo. En dan heb ik een ander merk. En dan heb ik ook wel 17 merken daarvoor gehad. Maar die laat ik dan niet zien. Want elke week is misschien een beetje steeds hetzelfde. Maar in ieder geval, dat is wat ik doe om zeg maar mijn producten allemaal te gebruiken. Gewoon elke week een ander merk, zoveel mogelijk. Want ik heb niet altijd alles van bepaalde merken. Dus dan vul ik het gewoon een beetje aan. Ja, zo eigenlijk. En zo ga ik een beetje rustig door mijn spulletjes heen. Dan heb ik alles een beetje gebruikt. Dan maakt misschien dan niet zoveel op. Maar gebruik in ieder geval wel alles. Nou, dat vond ik leuk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Fijne dag. Doei!